Ik ben niet zo design ingericht over het algemeen. En ik richt ook mensen liever niet in. Ik moet echt gewoon dingen gaan weggooien, de teringzooi. Hey. Met het stoeltje erin. Dit is een schommelstoeltje en dit is de kast. Dus de eerste stoel en de eerste kast die ik gemaakt heb. En hoe oud was je toen? Ja, 13, 14. Ik wilde architect worden, maar dat had eigenlijk niks. Ik wilde architect worden omdat ik altijd aan het knutselen was. En ik maakte van luciferhoutjes huizen. En daar moest ik ook meubilair in. Dus dat was uiteindelijk... Die huizen waren de aanleiding om stoeltjes te maken en zo. Ik had heel veel geduld en ook weer niet. Ik was ook heel driftig eigenlijk. Ik had veel geduld en driftig. En dan, als het dan niet lukte, dan sloeg ik kapot. En als ik helemaal zo opgeladen, ja, dan ging ik daarna direct weer verder. Dus dan maakte ik gewoon... Weer zat ik weer uren op zo'nzelfde kast, omdat ik hem net kapot had geslagen. Dus het was bijna therapeutisch. Ik zou hem eigenlijk een keer in het groot moeten maken. Gewoon dit ontwerp. Gewoon één op één namaken in het groot. Dus dat ga ik doen. Dat is leuk. Ik heb als eerste met mijn eindexamen in 1989 bedacht ik dat in 90 studeerde ik af. Heb ik een sloophouten kast gemaakt. En sindsdien is dat dus het meest bekend, omdat het ook op dat moment zo vernieuwend was. Nu is dat in mode, zullen we zeggen, in. En de halve wereld maakt van sloophoutproducten. En gelukkig niet zo mooi als wij dat doen. Maar in principe is het nu normaal, maar toen wij ermee begonnen was het echt, nou, dat deed je niet. Dus dat was revolutionair, zullen we zeggen. We hadden die stoel in eiken eigenlijk. Hij heet ook de eikenhouten stoel in sloophout. En die, we kregen heel vaak die vraag om die eikenstoel in sloophout te maken. Maar ik dacht altijd, ja, dan heb je of een kleur aan de achterkant van de rug of aan de voorkant. Maar de rug is zo belangrijk voor de stoel, want die steekt eigenlijk boven de tafel uit en van achter kijk je er tegenaan. Dus ik dacht, dan heb je geen sloophouten stoel, dan heb je maar voor een halve sloophouten stoel. En toen liep ik langs de productie na 8 jaar of 10 jaar of zo. Ik denk, jezus, dat wordt gewoon in 2 lagen op elkaar gelijmd, die rug. Dus ik heb maar 2 kanten sloophout. En dat dus 10 jaar niet geproduceerd met de gedachte dat het niet ging. En vervolgens bleek dat de best verkopende stoel die we ooit gehad hebben. Dus had ik het maar gewoon gelijk bedacht. Dus dat een soort gat in mijn hoofd van hier tot Tokio. Ja, het is een 40-40 stoel. En ja, dat zegt allemaal niet zoveel natuurlijk, maar het is eigenlijk een project. Dus we hebben de afvaltafels die ooit ontstaan zijn omdat we, of ik irriteerde me eraan dat er afval was wat eigenlijk geen afval was, maar alleen maar afval werd omdat arbeid zo duur is. Dus de verhouding arbeid en arbeidskosten en materiaalkosten maakt dat sommig materiaal wat nog heel geschikt is om te gebruiken, niet meer in een productieproces terechtkomt omdat het gewoon te veel arbeid kost. Toen dacht ik, nou, ik doe net alsof het andersom is. Ik doe net alsof arbeid niks kost en materiaal goud waard is. Een beetje zoals in de toekomst, omdat de mensen natuurlijk alleen maar zich voortplanten en omgekeerd evenredig materialen opmaken. Dan maak ik van het afval een blokje. En in plaats van dat ik het willekeurig ga verwerken, ga ik dat blokje als uitgangspunt voor de ontwerpen nemen. Dat werd 40 bij 40, het blokje. Dus dat heet de afval 40-40 serie. En daar is nooit één hetzelfde object in. En dit is dus een van die objecten die we gemaakt hebben. En iedereen die een stoel koopt of een bestelling doet of iets wil in dat project, daar maken we specifieke tekening voor. En dan maken we dat object voor die persoon of we maken dat object en iemand koopt het. We zitten geloof ik op nummer 60 nu. En dat is eigenlijk de overtreffende trap van overdreven veel arbeid ergens in stoppen. Ik heb eigenlijk bij alles wat ik maak een verhaaltje, dus dat is niet altijd het materiaal. In dit geval was het een nieuwe machine die we gekocht hadden, een frees. En het feit dat het crisis was toen waren net vliegtuigen in de Twin Towers gevlogen. En er was ontzettend veel, liepen mensen te klagen over dat het allemaal zo slecht ging en weet ik wat, terwijl er enorm veel rijkdom was nog. En toen dacht ik, weet je wat, ik maak een stoel in een zak en dan kunnen ze het zelf in elkaar zetten, lekker goedkoop. En dan was eigenlijk als een pesterijtje naar al het geklaag. Dus we hadden die stoel bedacht met ringetjes en boutjes. Dus die bout gaat erin met een ringetje. En dat was eigenlijk de manier om een bouwpakket te maken voor ons op die machine die we gekocht hadden. Met heel goedkoop plaatmateriaal, wat achteraf ook het mooiste bleek. Dus dat hebben we ondanks experimenten gewoon gehandhaafd. Het is ook heel licht, waardoor het ook veel vriendelijker is. En dat is eigenlijk een hele succesvolle serie gebleken. Alleen we verkopen ze nooit in een zak.
Want in praktijk wilden de meeste mensen hem gewoon in elkaar hebben. Maar wat het grootste probleem was, was dat we altijd een bout of a move vergaten. Want de jongens die kunnen best tellen, denk ik, maar niet als ze het in een zakje moeten doen. Hij heeft een vrij groot oppervlak hier. Dat heeft te maken met de slechte kwaliteit van dat plaatmateriaal. Dus als je die poot lang maakt, dan breekt die gewoon af. Bij de tafel daar is mee begonnen. Dus ik dacht op een gegeven moment, ja, je kan zo'n plank helemaal recht zagen. Maar dan gooi je bijna alles weg van die plank. Maar je kan ook eigenlijk die gezaagde plank als uitgangspunt nemen voor de tafel. In de binnenkant heb je toch niet nodig. Dus dan heb je het organische van die plank, heel herkenbaar, minder werk en toch een tafel. Dus dat was voor mij als beeld en als gedachte mooi. En toen zijn we er stoelen bij gaan maken. En precies dezelfde gedachte, gewoon het hout zoals het komt van de boom toegepast. Met die organische vormen. En met best wel een mooi systeem, waardoor die bij elkaar zit en aan elkaar gezet wordt. Dus we hebben ook heel slecht hout nodig voor deze serie. Omdat je juist grillige stukken hout wil hebben. En toen was ik klaar. Dat is heel grappig. Dus stond al lang, al maanden. En toen liep ik er langs en denk ik, dit is eigenlijk weer een voorbeeld dat je niks weggooit. Dus dat je accepteert wat de kwaliteit is en wat de mogelijkheden zijn. En dat je daar iets mee maakt. In plaats van dat je zegt, ik wil een rechte tafel. En dus zag ik hier één of twee plankjes uit, de rest mieter ik weg. Dan zeg ik van nee, dit is de vorm, dat is eigenlijk best mooi. Dus wat kan ik daarmee maken?